Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag zien we dat er al tamelijk veel bewolking onderweg is naar Nederland toe. Dat ligt nu boven Noord-Frankrijk en België. In een flink deel van het land schijnt van tijd tot tijd nog wel de zon, maar vanuit het zuiden gaat in de loop van de middag en vanavond de bewolking dus verder toenemen. En het weerbeeld voor vanavond ziet er dan ook bewolkt uit. Uit het wolkendek gaat ook verspreid wat lichte regen of motregen vallen. Het is een beetje een neerslag, dus een neerslagintensiteit die kan soms wat variëren. De temperatuur halverwege de avond ligt rond een graad of 9 en er waait een matige zuidoostwind. Vannacht dan draait de wind langzaam richting het zuiden. Alleen in de noordelijke provincies gaat de wind juist wat meer richting oost tot noordoost draaien. Daardoor ontstaat er eigenlijk een verschil in temperatuur over het land heen. De neerslag trekt nog wat verder naar het noorden toe. In de zuidelijke provincies wordt het in de loop van de nacht droog. Maar in het noorden houdt dus de neerslag aan. En er kan misschien zelfs een vlok natte sneeuw bijvallen. Want de temperatuur die gaat dalen naar een graad of drie. Dan morgen overdag. De noordelijke provincies hebben veel bewolking, zeker in de ochtend. En er kan dan ook nog een beetje neerslag vallen. Die neerslag trekt dan weg. In het zuiden en zuidoosten van het land breekt dan van tijd tot tijd de zon door. In de loop van de dag ontstaan er een paar buien verspreid in het land, maar op een heleboel plaatsen blijft het ook wel droog. De temperatuur die loopt nogal uiteen. In het uiterste noorden wordt het zo'n 7 of 8 graden. Met een noordoostenwind in dat deel van het land. Maar een groot deel van het land heeft een zuidwestenwind. En daarmee wordt zachtere lucht aangevoerd en wordt het zo'n 9 tot 12 graden op een heleboel plaatsen. En kijken we dan naar de dagen daarna. De paasdagen verlopen behoorlijk wisselvallig. Op zondag is nog wel wat ruimte voor zon. Zeker in het westen van het land. In het midden en oosten, daar hebben we veel meer bewolking en zeker in de ochtend valt daar ook nog wat lichte regen. Later op de dag schuift die neerslag wat meer naar het oosten toe weg en komt er hoog, hooguit nog een enkele bui voor. Het wordt zo'n 5 tot 9 graden, toch behoorlijke temperatuurverschillen nog wel en een beetje aan de koude kant. Op tweede paasdag, dan gaat het in de loop van de dag echt wel weer flink regenen. De ochtend verloopt nog redelijk droog. Bij een matige zuidoostenwind wordt het dan 7 tot 12 graden. Dan op dinsdag, dan heeft de temperatuur een duidelijke stap omhoog gemaakt. Dan wordt het 14 tot 17 graden, maar liefst. Maar daarbij opnieuw nog steeds een wisselvallig weerbeeld en een behoorlijk stevige zuidwestenwind. En ja, die hogere temperaturen die houden we dan op de woensdag ook nog vast. Een graad of 16 op een heleboel plaatsen, dan even een stapje terug. Maar ook op de vrijdag nog weer temperaturen zo rond een graad of 15. En ja, de week daarop dan zien we ook temperaturen die eerder in de buurt van de 15 dan onder de 10 graden liggen. Dus eigenlijk heel normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Het enige negatieve daarbij is toch dat we een duidelijk wisselvallig weerbeeld zien. Elke dag is wel kans op regen en het kan soms echt behoorlijk wel wat neerslag zijn. Zo tussen de 5 en 10 mm elke dag, dat is toch zeker wel mogelijk. Voor de natuur is het positief, maar voor mensen die zitten te wachten op mooi, droog en zonnig hè, lenteweer, daar is het nog een beetje te vroeg voor. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl